zwaaien. Dat is een makkie. Lopen is gezond. Zitten, zitten, maak je rond. Het was gezellig om te wandelen. Paramaribo, Suriname. Ik heb een huis in Suriname gehuurd. In een hele gezellige buurt. En als ik zo naar die mooie mensen kijk, voel ik mij als een koningin zo rijk. Hoe net die plat? Hoe net die plat? Het lukt nog? Ja zeker, helemaal vanuit Nederland zijn we hier om deze brug te bewandelen. Doe je voor het eerst mee? Ja, eerste keer. En hoe was het? Ja, tot nu toe is de sfeer zit er gezellig in en uitzicht is mooi, dus ik geniet. Ja toch. First time on the bridge? Yeah. Oh no. Second time. First time. Last time we drive car. How was it? It's wonderful. Amazing. Come again next year? Next year? Yeah, sure. We will come next year. Where are you? You guys come from China? Yeah, China! Welcome to China! What up? Hi! Dan moet je rem. Lukt het nog? Jazeker, lukt wel. Voor het eerst mee? Nee, derde keer. Derde keer al. Yes. Hoe komt dat? Hoe komt dat? De sfeer is gezellig, dus lekker meelopen met Suriname. Is dat je eerste keer? Ja, is mijn eerste keer en mijn laatste ook. Niet meer! It's amazing. Blessed feeling, actually. For the first time. Kun je iets vertellen? Ja, het is leuk om te lopen. Ik raad mensen aan om ook mee te doen volgend jaar. Kijk, ik ben met al mijn kleinkinderen ook. Die vinden het ook leuk om te lopen. Ja, iedereen vindt het leuk. Dus volgend jaar doen ze weer mee. Lukt het nog? Ja, lukt nog wel. Met moeite, maar het lukt nog wel. Of heeft dit gevonden? Ik heb het heel prettig ervaren. Ik vond het geweldig. Die voor het eerst mee? Nee, dat is al mijn vierde keer dat ik meedoe. Waarom doet hij mee dan? Ik vind het wel leuk, de sfeer en de conditie weer een beetje oppeppen, hè, voor het nieuwe jaar. Lukt het nog? Ja, het lukt wel. Jawel, lukt wel. Eerste keer? Nee, zesde. Zesde? Om eerlijk te zijn, het voelt lekker aan om kilometers af te leggen op eigen tempo en vooral over de brug. Lekker, lekker fit. En ik geef deze boodschap meestal mee. Talita Kumi, meisje, je bent niet dood, je leeft. En daarom bid ik ook voor iedereen, mensen die hier nog van plan zijn om te springen naar beneden. Doe het niet. God heeft je leven gegeven. No jumpo, ja no aan het koffie jumpo. En koffie no jumpo toe, dus no jumpo, ja kirus refi. Laat het leven is mooi. Yes. Doen jullie voor het eerst mee? Nee, voor de vijfde keer. Vijfde keer. Het best. En hou Suriname schoon. De natuur is geen vuilnisbak. Hou je rommel maar in je zak. Yes. En? Dus ik kom jullie weer groeten. Wow, Debbie Darno. Marilyn, moet je niet lopen?
Ja, eigenlijk wel. Maar ik ben even gebleven om foto's te maken. Voor het eerst mee? Nee, dit is mijn tweede keer. Voor COVID deed ik al mee. Dat was mijn allereerste keer. Maar tweede keer, waarom? Het leek me iets fans om weer te doen. Dit is mijn vierde keer. Zoveel keer. Hoe kwam dat? Gewoon interesse. Ik ben geïnteresseerd geworden voor de eerste keer door een vrienden. En daarna was het een makkelijker. Alles is zo rustig. Alles is een, op mijn eigen tempo. Elk jaar zijn we er, al die jaren. Ja? Het kan niet anders. Familie Sylvain is er altijd bij. Yes. Hoeveel keer heeft familie Sylvain al meegedaan? Allemaal, ik weet niet hoeveel. Vanaf het begin. Ik heb al die truitjes thuis. 20 jaar, ja? Dat baby is. Ja, het was baby. Ja, ze was al geboren. Ja? Zoveel keer, waarom? Het is gewoon een fun, het is gewoon gezellig. Je moet een extra trui erbij krijgen. Een jaar, je mag geen jaar missen. Precies, helemaal. Als je een jaar mist, dan is dat niet compleet, hoor. De Biggie Brokkie is afgelopen. Daar zijn we heel blij mee. Alles is perfect gegaan. Organisatie, we hebben de weergoden mee. Dus prachtig. Hoeveelste is dit? 20ste. Hoeveel deelnemers had u dit jaar? Ongeveer 4200. Hardlopers en wandelaars bij elkaar. Had u ook last weer van Boromans? Nou, die Boromans zullen altijd blijven. Ik heb ze gezien, maar ja, wat doe je er tegen? Het zij zo. Chilla.